heb vandaag op bezoek hier Tom Corny. We gaan je een paar tips geven wat jij kunt doen om je instantly zelfverzekerder en vrouwelijker te laten voelen. Like this. Oké, maar waar we het over gaan hebben is een manier voor jou om te zorgen dat jij perfect recht overeind staat. Op een manier die het fijnst voelt voor jou. Mm-hmm. Wat ook er gewoon relaxed, zelfverzekerd en vrouwelijk gewoon uitziet. Ja. Want in een van de vorige films had je mooi gezegd dat het voor jou een persoonlijke uitdaging is om te weten hoe je goed recht overeind moet staan. Klopt, dat was bij de video van de drie dingen die je mooi vindt aan jezelf en de drie die je minder mooi vindt. Dat vertelde ik al dat ik een beetje een kromme rug heb. Dus als je me kan helpen, dan... Gaan we meteen mee aan de slag. Okay. Laten we eerst even aan onze vriendinnen thuis laten zien hoe jouw houding normaal is. Dus draai naar buiten, kom iets dichterbij, zo. Ja. En sta zoals je gewoon staat. Zo sta je normaal. En dat voelt op een bepaalde manier, dit is gewoon hoe jij normaal gesproken staat. Ja. Maar hoe weet je nou wanneer je perfect recht overeind staat? En daar is een hele simpele methodiek voor. Het enige wat je daarvoor nodig hebt zijn twee boodschappentassen. En die zullen jou helpen perfect recht overeind te staan. Daar gaan we. Okay. Okay. Draai naar mij dus. En hou deze twee vast. Ja. En strek je arm. En merk je dus je schouders een klein beetje naar achter gaan. Naar achter en naar beneden. Naar achter en naar beneden. Doordat je schouders naar beneden gaan, sta je meer recht overeind. Het zijn hele zware tassen trouwens. Het zijn redelijk zware tassen en ze helpen jou perfect recht overeind te staan. Als je zo staat, hoe voel jij je? Ja, beter. Ja. Maar wat merk je? Rechter of zo. Ja. Voelt het natuurlijk als je op deze manier staat? Ja, het is wel zwaar, maar... Het is zwaar, oké, ze doen iets lichter, maar voelt het qua rug en qua hoe je borst zit en alles, voelt het relaxed? Het valt goed, zeg maar. Het valt goed. Ja. Het is nu dit, jij weet nu exact hoe het voelt als je perfect recht overeind staat. Mm-hmm. Het enige wat je moet doen is gewoon daarvan naar terug gaan. Dus je weet nu hoe je recht moet staan en dan kun je ook vanzelf makkelijker jezelf corrigeren als je merkt dat je iets te veel naar voren of iets te veel juist naar achter staat. Ah, een goed trucje. En dan doen alsof je tassen in je handen hebt. Precies, that's it. Dus alleen maar twee boodschappentassen en binnen no time sta je perfect recht overeind. En als ik hier sta, je staat ook rechter, je staat zelfverzekerder. Kijk. Je staat gewoon meer te stralen. Heel simpel. Oh, ik ga het even zonder proberen. Oké. Zo. Oh ja! Merk je? Ja, je voelt alsof hoe het net was. En hoe stond je normaal dan? Ja, een beetje meer zo. Niet. Maar wil je nu überhaupt nog zo staan? Nee, ik wil zo staan. And there we go! Zo simpel is het. Twee boodschappen tassen en je staat te stralen. Let's all. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Nou, Tom die is ook aanwezig op de Beauty Gloss Party en die gaat daar een hele interessante workshop geven. Hij weet heel veel over hoe je bijvoorbeeld op mensen afstapt en hoe je goed contact maakt met mensen. Dus ik dacht misschien is het leuk als hij jullie een tip geeft hoe je dus op iemand afstapt. We kennen allemaal wel eens momenten waarin je dan komt, dan zie je een persoon, een leuke jongen, misschien een leuk meisje, de beste vriendin die je nog niet kent, die je graag wel aanspreekt. Maar ben je bang van, hoe moet ik het dan doen? Hoe kom ik over? Wat als diegene mij gewoon glashard negeert? Ga ik dan niet volledig af? Er zijn twee, drie simpele dingen die jij instantly kunt gaan doen op een chille, zelfverzekerde manier contact te maken met andere mensen. Ja, bijvoorbeeld bij de Beauty Loss Party of op een feestje of wat dan ook, schoolwerk, zoiets. Overal waar mensen zijn en waar jij leuke nieuwe mensen kunt gaan ontmoeten. Het gaat als volgt. Kijk, twee dingetjes, heel simpel, die je voor jezelf gewoon moet onthouden. Wat ertoe zal leiden dat je gewoon relaxed mensen kunt aanspreken. Ten allereerste, nooit een persoon van achter aanspreken, want diegene schrikt zich een moedje. Kijk, niets vermoeden, de gozer staat hier op het gemakje heel nonchalant te hangen en ik spreek hem aan. Hallo? Awkward, raar, awkward. Nee, werkt niet. Dus volgende keer, als je iemand wil aanspreken, spreek degene van de zijkant aan. Dat is immers gewoon zo van de zijkant. Ja. Wat je vervolgens gaat doen om sowieso ervoor te zorgen dat die persoon ook jouw aandacht krijgt, is je raakt hem of haar aan. Tip, niet op lichaam of zo aanraken. Dat is idioot. Ja. Raak diegene aan onderarm. Dus je komt aangelopen, doet, zit een kopje thee te drinken ergens, kijkt naar buiten, je raakt diegene aan. Hey, hoe is het? Ja, goed, met jou? Je hebt meteen contact, degene weet meteen, ik word aangesproken en klaar. Ja. Als je diegene aanspreekt, kleine tip, als je een beetje zenuwachtig bent, kun je de neiging gaan krijgen een beetje zoekend gaan vragen. Dus, hoe is het? Een beetje zoekend vragen, hoe de boodschap niet overkomt. Doe het neutraal echt, hoe is het? Wat is jouw favoriete artikel van Beauty Gloss? Maakt niet uit, als het maar relaxed en recht is. Pas die twee dingen toe en je maakt sowieso leuk contact. En op het feest krijg je volop de kans om allemaal gelijkgestemde Beauty Gloss fans te gaan ontmoeten. Dus pas het toe. Spreek ze aan. Marcia heeft al gezegd, kom in je eentje. Want je ontmoet sowieso veel vriendinnen. Ja. Dus, en wat nou als iemand je echt serieus negeert? Want dat gebeurt gewoon wel eens. Dat ga je meemaken. Ten allereerste, we hebben allemaal de neiging om onszelf te gaan twijfelen.
je weet niet, misschien heeft diegene te bellen, aan de andere kant heb je het niet gezien, misschien heeft diegene allemaal ellende meegemaakt, vandaag is die helemaal in zichzelf gekeerd, whatever. Je bent pas hardcore afgewezen als je ook afgewezen gedraagt en opstelt. Dus ik tik me aan, hé, hey, wat is jouw favoriete artikel? Als je dan vervolgens met hangende schouders, niemand vindt me leuk en je loopt weg, dan ben je afgewezen. Ja. Als je echt gewoon relaxed bent, hé, hey, ik vond het leuk om iets te kletsen, ondanks is je niet gekletst, of hé, hey, leuk je even ontmoet te hebben. Precies. En je loopt op het gemak, je loopt gewoon weg. Is er geen veld aan de licht en niks aan de hand. Ja, top. Nou, goede tips, dankjewel.